gaan iets heel erg leuks doen. We gaan namelijk stekken, oftewel het vermeerderen van planten. En het leuke van stekken is, je kan het met verschillende soorten planten doen. En eigenlijk pak je een stukje van een plant, die zet je in de grond, die krijgt wortels en voilà, je hebt weer een nieuwe plant. Kijk, op deze plek is die helemaal verhout. Daar kun je niet meer stekken. En hier bij het topje is eigenlijk een heel dun twijgje. Daar kun je ook niet meer stekken. Het gaat eigenlijk juist om het gedeelte daartussen. Dan pak je gewoon een stukje, zo. Maar 5 centimeter. En dan doop je het in stekpoeder. Zo. Waardoor je wordt gestimuleerd om worteltjes te krijgen. En die doe je dan in een potje. Kijk. En dan gaat hij vanzelf groeien. Nou, althans vanzelf. Dan moet je er eigenlijk nog een soort van kastje van maken. Boterhamzakje eromheen. En dan zal hij vanzelf uit gaan lopen en wortels schieten. Dan hebben we de tijd voor het echte werk. Dat was de laatste. Ik heb 24 stekjes, waarvan zeker de helft gaat uitlopen. En wat heel erg belangrijk is, is de laatste stap. En dat is de deksel van de kas. Je hebt namelijk een hele hoge luchtvochtigheid nodig. En heel veel warmte. Dus deze moet je vochtig maken, schuifjes dicht. Het liefst nog afplakken. En daardoor gaat hij heel erg broeien. Dan gaan de stekjes op een gegeven moment worteltjes maken en uitlopen. Vervolgens moet je hem weer laten ontwennen. Schuifjes een beetje open. Dan kunnen de plantjes wennen aan wat lagere temperaturen. En een wat minder hoge luchtvochtigheid. Dan gaat de deksel eraf. En op een gegeven moment gaan de plantjes, als ze wortel hebben gemaakt, in een potje of de border in. En heb jij deze wel mooie plantjes. Succes!